af? Ja. Dan zeg ik, jazeker. Hallo daar! Vandaag gaan we naar de première van Don Quixote. Ballet. In Rusland is het een van de meest populaire balletten die er zijn. Het is een voorstelling vol Spaans temperament, castagnettes, waaiers, stierenvechtersdoeken. Nu ga ik even dansen. Even muziekje eronder, anders sta ik echt voor lul. En daar ga ik heen met Geraldine Kemper. En dat is... Hi, ik ben Erik. Geraldine Kemper is presentatrice van BNN. Die kent haar niet. Ze presenteerde Spuiten en Slikken. Try before you die. 3 op reis. En wat al niet meer. Geraldine, I love you. Ook is ze al 3 keer genomineerd voor... Voor de zilveren... Zilveren televisiester. Beste presentatrice. High five. Oké. Welkom. Hallo. Jij houdt er heel erg van om geïnterviewd te worden. Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik sta dus liever aan jouw kant. Maar goed, we gaan het doen. We gaan ervoor. Wat heb jij met ballet? Kijk, ik vind ballet gewoon echt een fantastisch mooie kunstvorm. De combinatie met orkest en als je erdoor betoverd wordt, dan... Ja, dan is dat echt fantastisch. Ik heb echt wel eens een keer moeten huilen is dan weer. Maar zo'n traantje dat dan over mijn wang ging. Ja, en dat je echt... geraakt bent. Ik ga daarvoor van vanavond. Ja, ik ook. Ja, zeker. Ik stel me zo voor dat er ook een hele kleine Geraldine is geweest in een roze tutu. Ja. Nee, die is er zeker geweest, maar het enige wat wij deden was tikkertjes spelen en een beetje zo die pasjes doen, maar ik was zo jong dat we nog niet het echte ballet deden. Je bent een boom geweest en een engel waarschijnlijk. Wat verwacht je eigenlijk van deze voorstelling? Ik heb toch wel even opgezocht hoe en wat. Het is ook Spaanse invloeden, toch? Ja, ik hou zelf heel erg veel van Spanje ook. Ik kom net uit Barcelona, dus ik dacht, dit is ideaal. Ballet. Spanje. Ja, het bruggetje voor echt leuk om te weten, zeg. Ja. Nu ga ik jou een behind the scenes laten zien. Oh, leuk. Elke ballerina van het Nationale Ballet danst op spietsen. Maar Floor, wat ben je nu aan het doen? Nou, ik heb weer nieuwe spietsen, dus ik ben ze aan het customizen. Huh? Customizen? Ja, kijk, elke ballerina of elke danser heeft natuurlijk een andere voet. Dus iedereen heeft zo zijn eigen ritueel. En hoe lang doe je ongeveer met nieuwe spietsen? Ja, het verschilt per productie, maar ik denk zo rond de 3 weken. 3 weken? Nee, joh. Hé, maar even eerlijk. Dat doet toch vet pijn aan je tenen? Ja, dat wel, ja. Ja, ik wist het. Ja, maar het wekt natuurlijk de illusie dat je aan het zweven bent. Dus we hebben het er wel voor over. En het went ook wel, hoor. Het went wel. Respect, hoor. Het ziet er in ieder geval vet mooi uit. Dankjewel. Maar nu ga ik weer verder trainen. Doei! Zo. Ik ben dan heel benieuwd hoe hun tenen er ook allemaal uitzien. En nagels en... Ja. Ik ben bang niet zo heel sexy. Oh man, hard werken. In het heel kort gaat het over dit verliefde stel. En Don Quixote, kom ik zo op terug. Zij zijn heel erg verliefd. Ja. Maar haar vader keurt het niet goed. Laat me los! Maar hij keurt het niet goed. Dan laat Basilio en iedereen zijn mes zien. Hier, moet je kijken. Doet alsof hij zich neersteekt. Oh. Joe. En tijdens deze schijndood regelt Don Quixote alsnog de goedkeuring van haar vader. Hoera! Oh ja, en er wordt ook nog heel mooi gedanst. Nou ja, dat was de samenvatting in het heel kort. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het echt zo'n ongelooflijk mooie avond. Het is heel gevarieerd, dat vond ik heel leuk. Het was heel kleurrijk. Nou ja, de muziek en dan die dans, ja. Maakt niet uit waar je kijkt, iedereen speelt door. Iedereen is in zijn rol en ja, magistraal. En wat was het hoogtepunt van de voorstelling voor jou? Op een gegeven moment waren we in een droom. Het was een beetje zo de droomvlucht van vroeger in de Efteling. En dat ook met die elfjes. Ik vond het meisje ook heel goed, wat zo heel elferig kon dansen. Ja. En had je nog een favoriete danser vanavond? Die ene man, die sprong zo hoog. Ja, dat is een beetje de Sven Kramer van het ballet, hè? Hebben we gelachen? Ja, dat vond ik dus ook heel tof. Er zat ook heel veel humor in. Ik ben het alleen maar aan het ophemelen. Een verbeterpuntje? Ik vind 2 pauzes een beetje veel. Ik had bij de tweede pauze wat ik dacht, oh, ik zit er zo lekker in. Maar ik snap natuurlijk dat die pauzes er ook zijn voor de danseressen en voor de mensen van het orkest. Als jij dit item had gepresenteerd, wat had jij dan gevraagd aan jou? Ja, nee, je hebt ongeveer wel alles al gezegd. Ja? Ja. Wat een talent. Of ik een geslaagde avond heb gehad en dan zeg ik, jazeker. Nou komt ie hoor. Als deze voorstelling een emoji zou zijn, wat zou het dan zijn? En waarom? Een emoji? Oh, dat ding wat je voor WhatsApp. Oh, die ene met die hartjes. Ik weet hem wel gelijk het antwoord. Ja. Huh, wat? Oh ja, ik weet het. Een emoji, oh ja, ja. En waarom? Ja, omdat ik het gewoon een hele goede show vind. Gaan we je nog terugzien in het rode plusje? Retorische vraag. Natuurlijk. Ja, zeker. Subscribe. Oh, subscribe. Ja, ik doe nooit aan de YouTube dingen. Ja, like, subscribe. Oké. Like. Subscribe het YouTube-kanaal van het Nationale Ballet. Ik zou het doen. Allemaal leuke filmpjes, ins en outs, backstage, al die shit, weet je. Like en abonneer. Like en abonneer. Bam. Bam.